Charlie Lilienthal, woordvoerder van de president. Vandaag hebben we belangrijk nieuws te bespreken dat voorkomt uit de recente regeringsraadsvergadering. Laten we beginnen met een besluit dat is genomen met betrekking tot de inning van gelden in de houtsector. Kunt u ons vertellen wat er is besloten? Ja, er is een belangrijk besluit genomen met nieuwe tarieven. De tarieven zijn herzien. De regering had een tijdje geleden al een besluit genomen over tarieven, over inning in de goudsector. Maar de mensen uit de goudsector waren daarmee niet eens. En na constructieve gesprekken tussen beide partijen, tussen de regering en de houtsector, is er een tussenweg bereikt waarbij er tarieven zijn vastgesteld waarbij beide partijen tevreden zijn. Dat klinkt als een positieve ontwikkeling. Wat houdt het besluit met betrekking tot het overdragen van gronden aan familieleden? Ja, dat besluit om gronden over te dragen aan familieleden, dat besluit is genomen om de weg te verkorten. Voorheen moest het gaan via het ministerie van GBB. Wat nu is gebeurd, dat proces is verkort. Men hoeft nu alleen naar het ministerie van Openbare Werken te gaan voor een familieverkavelingsvergunning en vervolgens naar de notaris. Dit vereenvoudigt het proces en versnelt de afhandeling van dergelijke zaken. Het coördinatiebureau is belast met het coördineren en monitoren van het actieplan per ministerie. Zij zien erop toe dat de ministers, de ministeries, up-to-date zijn met hun plannen. Dat er geen zaken achterlopen en indien er wel zaken achterlopen, dat er wordt ingegrepen en er wordt gekeken hoe weer op schema te komen. Dit is dus bedoeld om de tweede helft wat efficiënter te maken, wat effectiever te maken. Er komt binnenkort ook een monitoringsteam met vertegenwoordigers van de samenleving die hadden deelgenomen aan de pregesprekken van de Nationaal Dialoog. En samen met dat team zal er dus gelet worden op de actieplan van de ministeries. En hierdoor wordt de samenleving ook een beetje betrokken bij het proces. De minister van Economische Zaken heeft een presentatie gegeven over het prijsbeleid. Hierin werd uiteengezet hoe alle prijzen tot stand komen. Er wordt gewerkt aan het verscherpen van de controle op prijzen. En in samenwerking met de Belastingdienst zal er ook controle plaatsvinden op de correcte toepassing van BTW. Er wordt gekeken naar verschillende opties om de prijzen te verlagen en deze worden momenteel verder uitgewerkt. Binnenkort kunnen we meer informatie verwachten over deze inspanningen. Bedankt voor de informatie en we kijken dan uit naar verdere updates over deze kwesties. Yes, graag gedaan.